mensen boven de 30 kennen mij misschien nog sporadisch. Mijn echte naam is Kees Rietveld en inderdaad, in het verleden was mijn artiestennaam Georgie Davis. Zelfs toen ik 15 nog was, in de Soundmix Show nog meegenomen. Daarna een beetje gaan schrijven, en voor wat bekende artiesten ook. Ik heb onder andere voor André Hazes geschreven, Glennis Grace, in het verleden. Toen was ze iets jonger nog, maar op zanggebied heeft het echt een tijd stilgelegen. En iedereen zegt van ja, waarom ga je niet beginnen? Weer. Ik ga voor Once in My Life zingen. Waarom Stevie Wonder? Gewoon een lekker commercieel nummer. Die laag en hoog bereik heeft. For once in my life, I have someone who needs me. Someone I needed so long. Een heel apart gevoel. En God, je kent twee collega's ken je van vroeger. En ja, daar moet je dan gewoon weer lekker je auditie voor doen. En ik had er wel zoiets van, wel zenuwachtig. Ik was aan het fingersnappen met For Once in My Life, maar dat was redelijk irritant. Ik hoorde dat niet, maar zij kijken er anders tegenaan. Ze zeiden van kappen met dat fingersnappen. Nou ja, ik gun het je wel, Kees. Ik vind je een fantastische gozer en een hele goede stem hebben, dat weet je. En ik vind het ontzettend moedig dat je het überhaupt nog een keer wil proberen op je 39ste. Angela. Ik zeg ook ja. Stacy. Ja. Nou, mooi. 4 keer ja, gefeliciteerd. Ja, 4 keer ja. Te gek.